Hoe laat is het? Weet niet. Uurtje wel, dus een krokodil. Over 11. Dat is een mooie tijd. Een krokodil moet begeleid worden met een biertje. De elf zit in de klok. Zo simpel is het. Nee, deze moet jullie hebben. Dus Guillaume, hoppakee. Cheers. Op de krokodil. Oh, wat een uitvinding. Ook hoor. Op de krokodil en op naar de friket. Op naar de friket. Oh. Ja, die wordt lastiger. Leuk, hè? Oh, verdomme. Wat een feest. Wat een feest, ja. Echt een mediaman, hè? Dat zie je. Ik ben geboren voor het vak. Proost. Cheers. Proost, jongens. Proost. Hop. Spelbreker. Wat? Nee, maar dat is ook wel. Dat een beetje dat pittig, hè? Ja, maar dan mis je dus van de Nelspaar. Ja, dat is wel. Ik ben al 25 jaar. Ik ben er nog eentje. Ja. Oh, lekker gaaf. Ja. Doe ik voor dan altijd om 11 uur 's ochtends. Ja, top. Ja. Het is ook heel moeilijk te vangen. Kom, Guy, je moet even een nieuwe lading halen. Ja. Nieuwe lading. Kom, Guy. Gaat hij dan nu? Ja, dat. Je ziet het, hè? Ze zijn weer leeg. We zijn 5 meter van de stand en hij is weer helemaal leeg. Luc, heb je al orders geschreven? Tuurlijk. Drie. Parkeren als ik wil. Ja. Ja, dus dit gaat er per dag doorheen. 40 dozen. Wat een killer, hè? Helemaal volgens. Ja, zeker. Pas zo, Kuip. Pas zo. Hey, Vas. Wat vind je van deze frituurpannen? Dat is niks, hè? Ik zie een sponsorovereenkomst aankomen met de Tomato. Maak er vast een overeenkomst op. Nee, ik niet. Mooi spul. Tomato gaat beter, zeg. Dag is niet begonnen zonder een krokodil. Blijf goed. Bak u. Daar gaan we op. Nee? Hoezo? Dat kan je niet doen. Dat is live. Hoeveel volgers hebben we dan? 1. 2. Oké, we hebben nu nog 1 volger. Zeg maar even gedacht tegen Fatso. Doei, Vals. Doei.